Sing jy beter as jy afkyk of as jy opkyk? Ons het destijds in die kerk besluit om liedere op een scherm te projecteren, want daar was al soveel liedboekbundels dat het nader het gevoel het jy het een mindkie nodig om allemaal met jou saam te dra as jy jou eie boekie wil hee. En ons het gedink dit gaan nou een oplossing wees om al die goed aan te projecteren. Toen begin die kerkgangers singen, ek is op die kansel en ek besef met eens hoe verander en klink die stemme anders. Je ziet als een mens vanuit een boekie of een papier sing, dan is je geneigd om af te kijken. En in die oomblik as jy afkyk, dan beweeg je klanken naar onder. Dat kom je baie mooi duidelijk uit nie. Jy sal die sommige opera sanger of een popsanger vreselijk sien, af sing nie. Afkijken naar af lijfhouding bring nie die volheid van klank naar voren nie. Jy sing met minder oorgave. Jy kan nie so baie lucht intrek nie, want in een afpositie is je longe baie meer toegetrek. Ek het achtergekomen dat die opkyk, en toe allemaal opkyk en sing, toe klink het nou meer oorgave waarmee mensen sing, en hulle het ook met meer oorgave gesing. Dit klink duidelijk en helderlijk, dat het die atmosfeer as het ware opgelig. So sing terwijl je opkyk, het een ander voordeel natuurlijk ook, want dit help je om je depressieve lijfhouding, want als mens depressief is, jy geneig om je lijfhouding naar binnen en naar af, en daarom kan mens ook zeggen, je voelt af, want je brengt alles af, je raakt een slagoffer van je omstandigheden en dan wijs je lijf dit op je eind. So dit helpt dan op je eind om op te kijken en je lijf en longen te laten voelen alsof je je lucht geeft. En als je dan zingt en je krijgt genoeg zuurstof, dan schijnt je lijf nog je goed voelen hormonen ook af in die hele proces. En je ziet net voor je eenvoudig voor baie meer kans. Toe David die heilige ark naar Jerusalem terugbring, nou, onthou die ark was die symbool van Godse teenwoordigheid, het hy gesê vir sy mense, volgens 1 Kronieke 16 vers 9, sing liedere, sing tot sy eer, dis nou tot Godse eer, vertel van al sy magtige dade. Want wanneer jy so sing en jy kyk op naar God as het ware, en jy kyk as het ware hemelwaarts met ander woorde, en jy vertel van Godse dade, dan voel jy nader aan beter, jy sien veel meer kans, jy vereer God ook met jou lichaamshouding. En jij is die beeld van God, so het God jou geskep. So, kijk op, eer God, en sing op, as het ware, tot eer van God. Leef geïnspireerd.